De comforttemperatuur van slaapzakken is superbelangrijk. De ene slaapzak is geschikt voor een warme zomer, terwijl de andere slaapzak juist geschikt is voor hele koude winters. In deze video ga ik je meer vertellen over de comforttemperatuur van slaapzakken. Wil je nog meer video's van ons zien? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Hoi, ik ben Rosanne en welkom bij Obelink. Het belangrijkste dat wordt weergegeven op de slaapzak is de comforttemperatuur. Deze kan verschillen van min 8 tot plus 13 graden. Ook wordt er soms onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. De comforttemperatuur is de gemiddelde temperatuur waarbij de slaapzak comfortabel te gebruiken is. Deze slaapzak heeft een comforttemperatuur van min 8 graden en is dus geschikt voor extreem koude winters. Deze slaapzak is niet aan te raden voor gebruik in de zomer, want dan zweet je je slaapzak uit. Deze slaapzak heeft een comforttemperatuur van 0 graden voor mannen en 5 graden voor vrouwen en is dus geschikt voor bijvoorbeeld de koude dagen in Nederland. Deze slaapzak heeft een comforttemperatuur van 9 graden voor mannen en 13 graden voor vrouwen en is dus geschikt voor de warme zomer. Zoals je ziet zit er veel verschil tussen de comforttemperatuur van slaapzakken. Let dus niet alleen op het model, de kleuren en afmetingen, maar kijk vooral naar de comforttemperatuur. Bedenk van tevoren waar en wanneer je je slaapzak wilt gebruiken en bezet daar je keuze op. In de winkel helpen mijn collega's jou graag verder om de juiste slaapzak uit te zoeken. Of kijk op onze website en maak gebruik van de filters. Zo kun je de slaapzakken zien die door de jou gekozen comforttemperatuur hebben. Wil je nog meer weten over de comforttemperatuur van slaapzakken of iets over onze andere producten? Kom dan eens langs onze winkel of bezoek de website obelink.nl. En wil je nog meer video's van ons zien? Hou dan ons YouTube-kanaal in de gaten.